Hi Stijnbok, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 36. En dat is van maandag 5 september tot en met zondag 11 september. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Lijkt het Stijnbok alsof week 36 voor jou een week is waarbij je misschien even voor jezelf nadenkt over waar je nu staat, wat je nu eigenlijk moet. Ik heb het idee dat je misschien wat twijfelt. Eigenlijk ook wel weer dat alles wel gewoon een beetje goed kabbelt. Maar je lijkt er zelf wat even voor jezelf een draai aan te geven, omdat je eigenlijk net wat meer wilt. Hè? Dus dat kabbelende is eigenlijk prima. Maar je lijkt alweer wat te gaan bedenken hoe je dat wil gaan veranderen en hoe je meer in de actie kan gaan komen. Het is er zeker geen stuk waar je, naar mijn idee, heel erg in de actie hoeft te gaan. Het is vooral een stuk waarbij je heel veel aan het denken bent over hoe je dingen anders kan doen. Terwijl je eigenlijk gewoon doorgaat zoals je eigenlijk altijd ging. Maar ergens in je hoofd ben je eigenlijk allerlei plannen aan het smeden, maar ze hebben nog niet meteen een concrete vorm. Die gaat waarschijnlijk wel komen, maar deze week is het vooral even het aftasten en het zoeken van welke kant zou je nu eigenlijk op willen gaan. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden en ik wens jou sowieso een super fijne week.